Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Portfolio Show. 2023 is net begonnen, dus is het tijd voor een update over het openbare portfolio bij de Giro. Daarnaast zal ik ook mijn ETF's uitbreiden. Dat doe ik natuurlijk altijd in de eerste week van de nieuwe maand, dus laten we snel beginnen met de video. Het portfolio staat dik in het rood. Je ziet het al, een verlies van ruim 8000 euro. Ik moet wel zeggen, dit is ongerealiseerd verlies, dus ja, het maakt eigenlijk ook niet heel erg veel uit. Want dit is natuurlijk een portfolio wat ik halverwege 2021 ben gestart en dat ik vooral ga kijken naar de lange termijn. En op de korte termijn weet je niet inderdaad of een daling gaan meemaken of een stijging gaan meemaken. Dus de korte termijn zal niet heel veel moeten uitmaken, maar toch merk je vaak dat beleggers het heel erg lastig vinden om te kijken naar rode cijfers. We hebben het ook gezien in 2022. Heel veel beleggers denken, weet je wat, ik kap er lekker mee. Heel veel mensen denken ook, nou, een financiële toekomst opbouwen, dat komt later wel. Dat is natuurlijk zorgelijk, want in dit soort fases, dus in tijden van een bear market, je ziet natuurlijk de S&P 500 is gigantisch gezakt als we kijken naar een jaar geleden. Als we kijken naar individuele aandelen, is er natuurlijk heel veel verkoopdruk. In dit soort fases bouw je dus juist vermogen op de lange termijn. Dat is heel erg logisch, want als we kijken in het verleden heb je heel vaak gemerkt dat op momenten dat we erg laag staan naar een behoorlijke daling, dat het dan juist interessant is om te gaan beleggen. Maar je ziet dus inderdaad in de praktijk dat heel veel beleggers tijdens zo'n fase denken, ja, misschien gaan we nog wel verder omlaag. Dus ook al wil je niet dat we inderdaad een daling meemaken, maar je wilt er ook alweer gebruik van maken. Dus dat is een beetje krom. Maar wat wel de verkeerde strategie is, en dat wordt 9 van de 10 keer uitgevoerd, dat is op het moment dat aandelen omhoog gaan, zie je dat heel veel mensen denken, oké, nu wil ik beleggen. Maar het moment dat aandelen flink omlaag gaan, zie je dus dat heel veel mensen denken, ja, nu heb ik weinig interesse. En dit is dus een portfolio wat is opgebouwd halverwege 2021. Nou, als ik even de S&P 500 erbij pak en we zoomen eventjes uit om te zien van wat is er sindsdien allemaal gebeurt, dan mag natuurlijk duidelijk zijn dat er heel veel verkoopdruk heeft plaatsgevonden. Want als ik bijvoorbeeld ben begonnen in mei, dat was het ongeveer zo'n beetje, zie je nu dat de S&P 500 een stukje lager staat. Een behoorlijk stuk lager zelfs. Want als ik bijvoorbeeld eventjes een willekeurig level erbij pak en ik trek hem even door van waar we nu staan, is het een daling van 7%. Maar dat is natuurlijk op de dag dat ik dit portfolio zo'n beetje ben begonnen. Al in het moment dat we hier alleen nog maar omhoog zijn gegaan en ook hier tijdens deze daling, hebben we natuurlijk ook gewoon mijn ETF's gekocht, mijn individuele aandelen. Dus heel veel kapitaal dat ik heb geïnvesteerd heeft op dit moment absoluut geen rendement. Maar dat is dus het beleggen op de korte termijn. Dat is heel erg lastig en niemand kan je zeggen welke kant we opgaan. Dus je te veel concentreren op de korte termijn en dat heeft eigenlijk weinig nut. Ook niet als we omhoog gaan. Natuurlijk, elke belegger hoopt graag dat als je gaat beleggen, dat het alleen maar omhoog kan gaan. Maar ja, dat is gewoon niet realistisch, want we weten allemaal dat dalingen erbij horen. Zoals in 2022 ook. Dus of ik op dit moment mij zorgen maak dat het portfolio in het rood staat, absoluut niet. Want als we inderdaad verder uitzoomen, dan is het natuurlijk gewoon altijd duidelijk dat inderdaad op lange termijn voor de S&P 500 dan wel het diagonaal omhoog gaat. Wil dat inderdaad zeggen dat we alleen maar omhoog gaan? Natuurlijk niet. En als je ook kijkt naar het verleden, is het natuurlijk altijd zo dat op lage punten het meest interessant is, wetende dat we sindsdien flink omhoog zijn gegaan. Maar op dat soort momenten merk je vaak dat beleggers de overtuiging missen om dus te profiteren van de kansen die zich voordoen. We zagen het natuurlijk ook vrij recent tijdens de coronacrash. Je ziet een hele snelle crash. Het echt in een 3-4 weken tijd ging de S&P 500 met zo'n 35% onderuit. Achteraf gezien was dat een fantastische mogelijkheid om veel kapitaal aan het werk te zetten. Maar op dat moment zag je dus dat beleggers in praktijk een hele andere strategie erop nahielden. Ze besloten namelijk hun posities tegen flinke verliezen te verkopen. Dus het klinkt achteraf heel makkelijk, tegen lage punten juist inslaan, want op de lange termijn is dat interessant. Maar op het moment dat we zo'n daling meemaken, merk je dus dat heel veel beleggers dat moeilijk vinden. Vandaar dus dat ik ook altijd blijf doorgaan met dit openbare portfolio, want het is natuurlijk heel interessant om elke video een portfolio te delen als het lekker goed gaat. We hebben in 2020 en 2021 dat natuurlijk gezien, maar in 2022 is het slecht gegaan. Maar dan is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om te laten zien dat er ook risico's vastzitten aan het beleggen. We kunnen niet alleen maar omhoog gaan. Dus ook al had ik natuurlijk liever gezien dat ik nu 20.000 euro in de plus stond, want iedereen heeft natuurlijk liever geld. Maar als ik kijk voor de serie, denk ik dat het wel eens goed kan uitpakken, dat mensen ook inzien van ja, beleggen is inderdaad wel interessant, maar vooral op de lange termijn. Op de korte termijn kunnen we inderdaad flink onderuit gaan. Maar als je aan het beleggen bent voor de lange termijn, zal dat korte termijn resultaat niet heel veel moeten uitmaken.
En ik heb natuurlijk een paar weken geleden al aangegeven dat mijn strategie qua ETF's zal veranderen in 2023. Ik heb dat al vaker aangegeven op dit YouTube kanaal, dat mijn plan is om de komende jaren, dus de komende 9 jaar nog zo'n beetje, steeds meer te investeren in ETF's, zodat mijn vermogen steeds passiever begint te worden. Want als je namelijk alleen maar individuele aandelen bezit en een groot portie van je vermogen zit in individuele aandelen, zal dat betekenen dat je op de lange termijn daar heel veel tijd mee kwijt bent. Ik ben nu al 10 jaar aan het beleggen, vind het hartstikke interessant. Ik heb dit YouTube kanaal natuurlijk niet voor niks opgestart. Maar als ik kijk naar de komende 40 jaar zo'n beetje, ja, moet ik er eigenlijk niet aan denken dat ik dan nog steeds heel actief dagelijks ermee bezig ben. Dus de beslissing om inderdaad een stap te zetten naar meer ETF's, die is er eigenlijk al een paar jaar. Ik zie ook als ik kijk naar mijn totaalvermogen, wat is natuurlijk niet mijn enige portfolio, dit heb ik 1,5 jaar geleden opgestart, zie ik ook dat er steeds meer vermogen in ETF's zit en dat het dus steeds passiever begint te worden. En de komende jaren zal ik dus steeds meer stappen zetten om ervoor te zorgen dat een groter deel van mijn vermogen vooral passief is in gespreide ETF's. Wil het inhouden dat ik helemaal niet meer bezig hoef te zijn met individuele aandelen? Natuurlijk niet. Maar ik wil niet dat ik op een gegeven moment in de situatie kom dat ik bijvoorbeeld 40, 50 of 60 ben. En dat ik nog steeds dagelijks actief moet zijn om ervoor te zorgen dat mijn vermogen inderdaad op de juiste manier is neergezet. Want het hele doel van beleggen is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je vermogender wordt. Maar je wilt natuurlijk niet de situatie creëren dat je bijvoorbeeld de rest van je leven dagelijks meerdere uren kwijt bent om ervoor te zorgen dat je dat vermogen ook kan behouden. Want het zal kunnen betekenen dat je ook van het vermogen niet kan genieten. En dat is natuurlijk het hele idee, een financiële toekomst opbouwen, zodat het er later allemaal wat rooskleuriger uitziet. Voordat ik overga op inderdaad de verandering van mijn ETF-strategie, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro en bij Trade Republic en via de link lopen er 2 speciale acties. Want als je bij de Giro registreert voor 31 januari, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 28 februari terug met een max van 100 euro. En als je besluit te registreren via de link in de beschrijving bij Trade Republic, krijg je bij registratie een gratis aandeel ter waarde van 50 euro. Er zitten wel voorwaarden aan vast, dus altijd even belangrijk om het in de app dat allemaal te checken. Dus als je besluit te registreren via de link in de beschrijving, maak je gebruik van de acties. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laat ik overgaan op de ETF's. Het is niet zo dat ik een nieuwe ETF ga toevoegen aan dit portfolio. Ik zorg er gewoon voor dat een groter gedeelte van het maandbedrag beschikbaar is voor ETF's. Het was namelijk zo 3000 euro per maand in totaal, waarvan 2000 euro in ETF's en 1000 euro in losse aandelen. Toen ik begon met het portfolio was de verdeling nog 1750 euro in ETF's en 1250 euro in aandelen. Dus ik had al een tijd geleden de eerste stap gezet, zodat ik meer ging beleggen in ETF's. En nu is er dus een vervolgstap aan het begin van 2023. Want ik zal namelijk zo'n beetje 2200 euro in ETF's investeren en de overige 800 in losse aandelen. En dat verspreid ik dus over deze ETF's. De bovenste 4 zullen allemaal 250 euro zijn, dus inderdaad de 200 euro die vrijkomt zal ik dus gebruiken om de Vanguard All World en de S&P 500 ETF uit te breiden en dat dus elke maand met iets meer. Dus laat ik beginnen inderdaad met de Strong Growth ETF. Op dit moment zit er iets meer dan 4100 euro in. Als ik de limiet zet op 43 euro, dan komt het er wel doorheen. Dat zijn namelijk 6 stuks, dat is 258 euro. Dan zit ik natuurlijk net boven die 250 euro. Daar kan je natuurlijk niet omheen. De ene keer is het zo dat je iets minder koopt. De andere keer is het weer iets zo dat je ietsjes meer koopt. Daarom hoop ik ook dat de Giro, net zoals Trade Republic, het mogelijk maakt om fractionele aandelen te kopen. Zodat je niet elke keer moet uitvogelen van oké, hoeveel kan ik deze keer kopen? Hoeveel kan ik de andere keer kopen? Want dat is echt iets wat ik mis bij de Giro. 5,60 euro doe ik en dan koop ik 45. Ik heb het vooraf allemaal eventjes uitgerekend dat je niet denkt wat een rekenwonder is dit. 252 euro en natuurlijk geen transactiekosten. Dat is natuurlijk het mooie dat al deze ETF's deel uitmaken van de kernselectie. Wat inhoudt dat ik maandelijks 1 keer zo'n transactie door kan krijgen zonder dat ik er voor hoef te betalen. En je zal bij jezelf denken, ja, maakt dat heel veel uit? Nou kijk, ik investeer natuurlijk wel iets grotere bedragen, dus dat is eventjes een ander verhaal. Maar als je bijvoorbeeld 100, 200 of 300 euro of zelfs 500 euro investeert en je gaat eventjes uitvogelen van wat is nou daadwerkelijk het resultaat over
10, 20 jaar lang beleggen en dat je dus wel transactiekosten zal betalen, dan schrik je hoeveel je had kunnen besparen als je bijvoorbeeld gebruik maakt van de kernselectie bij de Giro. De ASI ETF, iets meer dan 4500 euro zit erin. De limiet zet ik op 64 euro. Het zijn er namelijk dat zijn 4 stuks natuurlijk. 4 stuks is net boven de 250 euro. Plaats ik de order, inderdaad ook geen kosten. En dan zijn er dus nog 2 over. En dat is namelijk de Vanguard All World ETF. Die heb ik op dit moment net onder de 10.000 euro, iets meer dan 100 stuks. Normaal gesproken probeer ik altijd zo'n 500 euro te investeren. En vanaf in 2023 is dat dus 600 euro. Even zien, ik koop er namelijk deze keer 6, zie je 570 euro. Zoals ik net ook had aangegeven, soms moet je een beetje ermee klooien om ervoor te zorgen dat je elke maand aan die 600 euro komt. Dus stel je voor, ik doe dit 3 keer, dus dat er elke keer 30 euro overblijft. Dan zal ik de maand erop besluiten om een 7 te kopen, zodat ik op de lange termijn 600 euro per maand doe. Wat inhoudt dat ik dus niet elke maand 600 euro doe. Dus dan plaats ik de order en dan inderdaad 0 euro geschatte girokosten. Ga ik weer terug naar het portfolio en dan blijft natuurlijk de Vanguard S&P 500 ETF over. Staat op dit moment 5% in het rood en dat is een positie ook onder de 10.000 euro. Maar als ik deze transactie er doorheen krijg, zal net zoals met de Vanguard All World het betekenen dat ik dus boven de 10.000 euro zit. Dus dat begint natuurlijk al een serieuze investering te worden. En ja, het is dus nu gewoon een kwestie van blijven bouwen. Blijven investeren, zodat ik op de lange termijn hier maximaal van kan profiteren. Zal dat inhouden dat ik misschien de komende maanden of misschien wel de komende 24 maanden blijf investeren en dat het portfolio in het rood staat? Dat kan zomaar zijn. Niemand kan het zeggen, maar ik ben vooral geïnteresseerd naar de komende 15, 25, 35 jaar. Dus wat er volgende week gebeurt, volgend maand of volgend jaar, zal niet heel veel moeten uitmaken. Vandaar dus ook dat ik deze serie blijf doorzetten, zodat je ziet hoe ik inderdaad aan het beleggen ben, als inderdaad aandelen ook omlaag gaan. Want dat is ook een onderdeel van het beleggen, maar vaak zie je dat het niet echt wordt belicht, want het is natuurlijk veel interessanter om het te hebben over beleggen als alles goed gaat. Dus ik heb inderdaad 8 stuks tegen 552 euro. Dus net zoals met de Vanguard All World zal ik de ene maand er 8 kopen. De andere maand zal ik misschien weer 9 kopen. Dan plaats ik de order inderdaad ook deel uitmakend van de kernselectie. Dan is dat natuurlijk helemaal weer uitgevoerd. Nu kom ik langzaam en zeker in de buurt van de 50.000 euro. Dat zal waarschijnlijk volgende maand wel aangetikt worden. Of we merken natuurlijk heel veel verkoopdruk mee. Dat er inderdaad een behoorlijke daling is op de totale aandelenmarkt. En dat er misschien nog wel wat meer nodig is om over die 50.000 euro heen te komen. Maar voor nu komen we dus dan wel aan het einde van de eerste aflevering van Portfolio Show in 2023. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet er zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.